Nou, vandaag organiseert het talentenprogramma Verzilver je Talent de vierde meet-up. Dat betekent dat onderwijs, bedrijfsleven en onderzoekers en beleidsmakers bij elkaar komen om van de gedachten te wisselen over de manier waarop wij gewoon nog beter kunnen samenwerken om werk te maken van innovaties. Samenwerking in een vroeg stadium met studenten van de hogescholen en universiteiten is voor ons heel erg belangrijk, omdat wij continu bezig zijn met het innoveren binnen de glastuinbouw en om nieuwe manieren te vinden om steeds efficiënter te telen. En daarbij is de inbreng van vooral jonge mensen heel erg belangrijk om daarin voorop te blijven lopen. Ik heb al een voorbeeld van mij op school, hoe ze met innovatie zijn verder gegaan. Ik heb samen met een meestudent van mij hebben we een product ontwikkeld. En hier was school en docenten en studenten heel erg enthousiast over. Dus wij hebben dat toen vervolgens, hebben ze gevraagd of wij dat wilden presenteren. En zijn we bij bedrijven ermee langs geweest. En dat hebben we eigenlijk wel heel erg te danken aan school die daar ook heel veel moeite in heeft gestoken om ons dat te laten doen. Het zijn gedroogde plakken op basis van tomaat. We noemen ze veggie slices. Je krijgt heel veel verschillende inzichten. Studenten die hebben vaak heel onbevangen gedachten over hoe te werken. Bedrijven die hebben vaak juist tradities. En ik denk juist dat de cross heel veel dingen kan opleveren. Jonge mensen hebben niet zozeer iets meer dan oudere mensen, maar de combinatie brengt wel meer. Dus enerzijds heb je de ervaring van de door de wol geverfde mensen die al heel lang in de tuinbouw meelopen. En juist de frisse ideeën, zeker als het gaat op het gebied van nieuwe technologieën, big data, kunstmatige intelligentie. Dat is iets wat juist de jongere mensen meer in kunnen brengen, omdat dat nu veel meer speelt. En de combinatie van die twee, die kan ons veel verder brengen.